Hoi, ik ben Julie van die laatste filmpjes of van Julie van Os, weet je wel. Ik ga vandaag de challenge met mezelf doen met de Jelly Beans. En hier staan alle snoepjes en alle dingetjes en wat er allemaal in zit voor Jelly Beans. Ik heb zoals je ziet al eentje hier in mijn hand. Het is een paarse. En ik ben benieuwd hoe deze smaakt eigenlijk en welke dit is. Want gisteren had ik eerst een brownie smaakje genomen. Nou, genomen, die had ik gewoon zomaar even gepakt. En daarna had ik er nog één, maar dat was dus weer een vieze. Dus dan had ik een gore en een lekkere. Maar ik had eerst lekker op en toen de gore. Dan kan je zeggen dat het heel vies is. En dat is het ook. Maar ja, ik heb de challenge wel volbracht. Dus ik had eerst brownies en daarna had ik poep. Dus ik heb poep gegeten en brownies tegelijkertijd. En moet je nagaan. Ik heb het gisteren gegeten en mijn handen ruiken er nu nog steeds naar. Ik heb net mijn handen gewassen al 2 of 3 keer. En het stinkt nog steeds. Naar poep. Een perfect resultaat als je het gegeten hebt, jongens. Vooral niet meer doen. Ja, als je geen lef hebt, dan moet je het vooral niet doen. Maar ik heb wel lef, dus ik doe het gewoon. 2 eten is wel een heel groot risico. Voor als je 2 keer de smaak wil krijgen. Maar ja, ik vroeg dus aan mijn vader of hij liever tandpasta had of poep. Dus hij had de tandpasta. Want ik had hem tandpasta gegeven, een blauwe jellybean. En ja, ik had er zelf vanochtend of vanmiddag nog 2 gegeten. En die waren kapot lekker. Ik had popcorn en ik had er nog een. Ik weet daar de naam niet van. Maar echt kapot lekker. Maar hij had dus tandpasta gegeten en hij vond het vies. Terwijl tandpasta, je hebt verschillende soorten tandpasta. En het kan wel lekker zijn. Maar goed, ik heb hier dus een paarse. Dus ja, ik ga maar eens gewoon even testen. Hoe deze paarse smaakt. Nou, dan gaan we dan. Ik ga hem helemaal opeten, ja. Ik denk dat dit chocoladepudding is. Niet zo verkeerd. Dat is een lekkere. Ik had goed gegokt dus. Maar als we nou eens gaan zeggen dat we er nog één gaan pakken. Ja, wat gebeurt er dan? Want ik heb hier nog een hele pot. Een hele pot hier. En ik had misschien nu wel 1 heel lekkere van deze allemaal. Maar ik kan ook bijvoorbeeld die of die of die krijgen. Je weet het maar nooit. Dus ik doe hem open. Dan doen we zo. En het ploft eruit. Oh, scheisse. Op mij. Oh. Ik bekogel mezelf met van die shit dingetjes. Oh. Oh. Ah. Even wachten hoor mensen. Ik vind nu de tweede. Wat doe ik me toch zelf aan? Jezus, mijn neus. Nou. Ik ben de derde kwijt. Maar ja, ik... uit het niets zijn er dus 3 ontploft uit het doosje. De derde ben ik even kwijt, die spoorloos verdwenen. Maar ik heb hier 2 gele. Of een soort gele en een soort bruine-achtig kleurtje. Dus ja, dat wordt meer risico nemen op een vies smaakje. Yeah! Meer risico op een vies smaakje. Ik moet er niet aan denken. Nou, dan beginnen we maar met deze. Goed gegokt hoor. Goed gegokt. Mag ik er nog één? Tuurlijk, maar misschien is het een vieze. Misschien is het een lekkere. Ja, we komen erachter. We gaan nu deze doen. Deze. Hmm.
het begin smaakt die heel erg zoet. Zoetvurig. Maar daarna niet meer. Daarna is de smaak weg. Ik vind hem niet echt naar iets smaak of zo. Maar ja. Hey, ik sluit mijn vloggetje af, want ik moet even mijn andere jellybean zoeken. En die is spoorloos verdwenen in mijn nieuwe bankie. Mijn mooie IKEA-bank. Dus doe alvast een duimpje omhoog. Geen dit, maar een dat. Weet je wel, een blauw duimpje. Mag ook dit, maar dan is die zo fijn voor mij. Want ik heb nog maar fucking 3 abonnees. En dan ben ik wel echt een lul als ik geen 4 of 5 of 6 abonnees krijg. Want het was ook echt veel moeite doen om deze box te krijgen. Ik heb hem eindelijk kunnen vinden na al die tijden. Fijn. Maar ja, ik heb hem dus. Nou. En ik ga ook weer even verder GTA 5 spelen. Misschien kan ik hem een beetje draaien, dat jullie zien. Nou, mijn tv-hoekje. En als jullie goed kijken, staat hij nog op de kaart van GTA 5. En waar ik nu op zit, nou, dat is mijn lekkere chillhoek. Een soort bioscoopje heb ik gecreëerd, zie je hier ook. Nou, ik zou zeggen, tjoe! Dikke peace. En duimpje omhoog, hè? Doei, doei, doei! Doei! Hoi jongens en meisjes. Ik heb andere jellybean weer gevonden. Die was even spoorloos verdwenen, maar... Kijk, ik heb hem weer. Het is oranje met een beetje stippeltjes rood. Een beetje rood erop. Ik weet niet of je het goed kan zien. Maar dat donkere hier, dat is dat rode. En dat lichtere, dat is oranje. Ik ben benieuwd hoe die gaat smaken. Zo'n jellybeantje. Maar ja, nog zien we wel. Ik hoop geen kots. Maar tot nu smaakt het nog redelijk goed. Hij was niet verkeerd hoor. Maar het was ook geen poep. Het was ook geen popcorn. Een speciaal apart iets dingetje. Wat ik zal maar even eten. Maar hij is nog wat te doen. Dus als je de challenge met iemand aangaat. Dan zal ik vooral een oranje met rood doen. Een beetje, ja. Gewoon dat eten. Weet je wel. Want dan ben je nog safe. Totally safe. Dan kan de challenge sowieso wel winnen. Of een lichtblauwe. Dat is stampesta. Maar mijn vader vond het vies. Dat kan ik me niet voorstellen. Maar goed, ik ga nou afsluiten. Want zoals ik in het vorige filmpje had verteld. Ik ga zo weer lekker GTA doen. GTA 5. Mensen, GTA 5. Ik zeg het je. Oké. Doei!